Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Hier bedient hij Batshuayi en dan een schitterende redding van Kobel. Na meer dan 5 minuten had Batshuayi Beşiktaş al op voorsprong kunnen trappen. Het zat goed in elkaar door Pjanic, die alles opzette. Hummels. Even kijken. In de box is daar de openingsgoal plots uit het niets. En dan zijn we minder dan 20 minuten ver. En dan is het Bellingham die Dortmund 0-1 voorbrengt. Ja, wat een tomper is dat voor Beşiktaş. Want Destanoglu, ja, die heeft nog helemaal geen werk gehad natuurlijk. Tot bij Guerrero. Ja, Malen, nog niet gezien. Maar daar is hij, Malen voor Haaland. En dit zou normaal toch altijd een 0-2 kunnen zijn. Ja, Hutchinson. Dat zag er niet de beste uit. En dus is daar weer Haaland. Nu voor Brandt. Afleggen van Brandt. Dit is knap hoor. Ook hier had Royce de 0-2 aan zijn voet. Even uitkijken, want de doelpuntenmaker is daar in de zone van de waarheid. En dan is dat toch weer Haaland. En het zat er een beetje aan te komen. Die slotfase van de eerste helft. Daarin was Dortmund echt wel present, alert. En dit is natuurlijk een ander verhaal om te gaan rusten. Dit is veel meer rustgevend voor Borussia Dortmund. Nou, Witzel keek even naar Meunier. Dat betekent dat hij doelt van ik stuur je diep. En kijk, dit automatisme, dit kan wat opleveren. Zie je wel, deze poging van Rafael Guerrero. Goed het lichaam gezet door Haaland. En gaat hij dan een tikje breed doen? Mooi van Haaland. En nog de doelpuntenmaker. Bellingham. En dan zijn er nu misschien mogelijkheden bij Batshuayi. De kans op de aansluitingstreffer. Nee. Verslikt zich een beetje. Sterk van Haaland. En daar wordt hij terug aangespeeld. Goed gelopen ook van Haaland. En dan is hij genadeloos. Nee. Hoewel, je weet maar nooit. Toch nog een aflegger. En zo blijft Borussia Dortmund zoeken naar die 0-3. En daar is ook nog de kans. Nee, het is het zijn het. Altijd blijven voetballen. Als de ref niet fluit, zou je zeggen. En dit is nog een goede inspanning van Thomas Meunier. Die de 90 minuten en meer volmaakt. En dus is het zaak voor Dortmund om hier ook alert te blijven. Het is goed aangesneden en daar is hij dan.
Daar is de aansluitingstreffer. Heel knap van Montero. En dan is die heksenketel er sowieso ook zo meteen. En dan hebben we het werkpunt van Borussia Dortmund. Dat de nul maar niet kan houden. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com, officiële sponsors van de UEFA Champions League.